Dit is Pieter. Pieter werkt bij een supermarkt, maar zijn salaris is erg hoog. Pieter heeft dus veel geld. Pieter wil vaak spullen kopen bij de Hema, Duets en ook de bakker. Samen met Pieter willen vele anderen veel kopen bij de Hema, Duets en de bakker. Daardoor zijn de prijzen zo hoog gegaan dat één brood nu wel 100 euro kost. Normaliter zou Pieter één brood voor 100 euro kopen. Maar vandaag doet hij dat niet, want vandaag is alles anders. Vandaag rijdt Pieter door. Pieter rijdt door naar de bank, want de bank heeft zijn rentes verhoogd. Het is dus nu voor Pieter veel voordeliger om zijn 100 euro waarvoor hij eigenlijk een brood zou kopen, op de bank te zetten. Dan wordt zijn 100 euro de volgende dag veel meer waard. Samen met Pieter doen vele anderen dit. Samen met Pieter kopen veel minder mensen een brood voor 100 euro bij de bakker en zetten veel meer mensen 100 euro op een spaarrekening bij de bank. De vraag naar het brood, dat daalt. De vraag die zal dalen tot onder het aanbod. Daardoor zullen de prijzen van producten weer dalen en neemt de inflatie af.